De 4-0 nederlaag tegen Jong AZ is niet zomaar vergeten, maar sinds de komst van interimtrainer Ron de Groot won NEC van Jong PSV en Helmond Sport. Vrijdag reizen de Nijmegenaren af naar Volendam, waar de ploeg op zoek gaat naar de derde overwinning op rij. Trainer Ron de Groot blikt vooruit op de wedstrijd. Ja, het waren twee verschillende wedstrijden natuurlijk. Bij PSV was het wat PSV meer het spel maakte. Dat stond wel meer vanuit eigen helft. En van daaruit probeerde counter te plaatsen. Hier thuis tegen Helmond werd je wat meer uitgenodigd om op hun helft te gaan spelen. Zag je ook dat we daar veelal problemen in kenden. Dat de ruimtes op een gegeven moment te groot werden. En dat we ook, er ontstaat een beetje die goal ook uit, dat we weggecounterd werden. De tweede helft moet ik zeggen dat het een stuk beter stond. Bijvoorbeeld compacter ook vooruit. Dus op basis van de tweede helft was dat wel iets beter. Ja, maar achterin staat het op zich degelijk. Aanvallend gezien nog weinig frivole acties volgens mij. Waar train jij in deze week op? Nou, als je kijkt de laatste twee wedstrijden, dat we toch 5 goals maken. Dus voorin doen ze ook hun werk en dus maken we ook goals. Dus. Maar we hebben veel op de opbouw getraind van achteruit. Vooral om daar vertrouwen in te krijgen. Dat we wat meer aan het voetballen toe zullen kunnen komen. Kijk, en dat is het allerbelangrijkste. Kijk, nou, morgen is het Volendam. Nou, dat speelt vaak 1-1 met veel druk naar voren. Dan moet je rustig blijven in je laatste linie, niet gelijk in paniek raken, dat je alle ballen weg gaat schieten. En dan daarin proberen je vrije man te gaan zoeken. Ja, Volendam uit. Natuurlijk tot je jonge PSV uit was dat altijd een beetje lastig om uit te voetballen. Maar nu gewonnen, dus dat geeft het vertrouwen? Ja, natuurlijk geeft dat vertrouwen. Als je 2 keer wint, geeft dat veel vertrouwen. Maar goed, je moet het nog wel doen. En hun zijn in principe uitgespeeld voor plaatsen play-offs. Dus ze kunnen ook weer vrijuit spelen. Nou, ze spelen altijd zoals ze spelen, met veel druk naar voren, wat ik al aangaf. En wij moeten zorgen dat we aan de bal stukken beter zijn. Ja, ik zag Tom Overtoom op het andere veld trainen. Die is er nog niet bij, denk ik? Nee, die heeft nog een kuitblessure. Dus die haalt morgen niet, misschien maandag wel. Dan Joey van den Berg, die is er weer bij. Dat lijkt me prettig. Ja, zonder meer. Joey is een winnaar wat dat betreft. Af en toe een beetje te, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, zulke spelers zijn wel belangrijk voor het team, ja. Ja. Nou, ik moet zeggen dat het nog wel vrij snel gegaan is, hoor, die 3 wedstrijdjes. Alleen ja, het is nooit leuk om aan de kant te zitten. En helemaal niet om dan naar je eigen elftal te moeten gaan zitten kijken. Dat je totaal geen invloed op hebt of wat dan ook. Dat is heel lastig, maar goed, dat is voorbij gevlogen wil ik niet zeggen. Maar het is wel vrij snel gegaan, ja. Verder nog blessures of twijfelgevallen? Nee, Alblas en Van Eijden is natuurlijk dat is bekend. En alleen Overtoom is dan er niet bij. De strijd in het Volendamse Krasstadion barst vrijdag om 8 uur los. Het liveverslag is via de radio, app en rn7.nl te beluisteren.